Nou, welkom bij de podcast Mentoren op Zuid. Een podcast waarin we in gesprek gaan met inspirerende studenten van Mentoren op Zuid. Mijn naam is Neset Amadi en tegenover mij zit Maud. Hoi. Wij zijn de gastvrouwen en we zijn verheugd om jullie vandaag welkom te heten. Dank je. Ik ga even een korte uitleg geven over Mentoren op Zuid en het doel van de podcast. Mentoren op Zuid is een programma dat leerlingen in Rotterdam-Zuid ondersteunt door hen te koppelen aan mbo- en hbo-studenten. Het programma biedt individuele begeleiding om persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leerlingen en studenten te bevorderen. En het doel van de podcast is om een stem te geven aan geweldige studenten van Mentoren op Zuid. We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Ja. Yeah. En ik wil jullie hierbij ook uitnodigen om jullie verhaal te delen met ons. Even beginnen met een voorstelronde. Maud? Ja, Maud. Mijn naam is Maud. Ik coördineer het Mentoren op Zuid programma. Dus dat betekent dat ik eigenlijk van A tot Z alles probeer te doen, zodat jullie in de praktijk aan de slag kunnen. Er komt nogal wat bij kijken. Trainen ook van de docenten. Zorgen dat, dat alles goed is, bekend is bij iedereen. Dus dat. Okay. Ja, wil jij, mag ik jou het woord geven? Ja. Nou, mijn naam is Eugenie Overman. Ik doe de opleiding ergotherapie op de Hogeschool Rotterdam. En als keuzevak heb ik dus gekozen voor Mentor op Zuid. En toen kwam ik hele leuke studenten tegen. Je hebt ook nog een hele leuke hobby, had ik gehoord. Een hele leuke hobby, dat is basketbal. Ik heb op hoog niveau basketbal. En toevallig hadden we het net over. Haar moeder zat ook nog voor een ander sport. Maar mijn moeder is teammanager voor Vrouw U20. Nationaal team voor basketbal. Oh. En ik help haar daar dus nu bij. En ik ga 26 juni met haar mee op EK. Wat gaaf. Dus dat is heel leuk. Als teammanager is dus dat doe ik nu ook daarnaast erbij. Mag ik dan meteen een vraag stellen? Want heeft Mentoren op Zuid je geholpen in dat wat je nu doet? Nou, eigenlijk wel een beetje. Want de menties noemden ze, die wij hadden, nou, die zijn best wel, ja, hebben best wel een eigen mening. En die, ja, spraken ook best wel veel. En ik heb nu ook meiden van Vrouwen U20. Nou, die zijn meestal 19, 20. Ik ben zelf 23, dus de leeftijd is niet heel groot. Mm-hmm. Dus ik had wel dat ik eerst dacht van, gaan ze me wel serieus nemen? Maar doordat ik natuurlijk een mentor was voor die menties en wel wist hoe ik moest praten, hoe ik mensen moest helpen, heb ik dat echt wel goed kunnen toepassen. Ook bij de meiden. Ja, dus, mooi. Ja, helpt zeker wel hoor. Ja, ja. Echt heel leuk. Ja. Leuk om te horen. Ja, zeker. Thank you. Ik ben Isje van der Meer. Ik ben 21 jaar en ik doe de opleiding bouwkunde. Dus in dat opzicht had dit keuzevak eigenlijk helemaal niks daarmee te maken. Maar ik doe mee aan het onderwijsprogramma van mijn opleiding. Waarbinnen je eigenlijk wordt gestimuleerd om extracurriculaire activiteiten te ondernemen om eigenlijk jezelf een beetje te ontwikkelen. En daarbinnen was ik dit jaar bezig met de badge coaching en leiderschapskwaliteiten. Dus heb ik een aantal keuzevakken op uitgekozen, namelijk Leadership of the Heart, wat echt vooral gaat over jezelf. Oh, wow. En over psychologie en hoe zit je in elkaar. En dan nu Mentor op Zuid, wat me gewoon heel erg lag, ook op aanraad van mijn moeder eigenlijk. Ik doe namelijk handbal, dus ik heb altijd coaching en training gedaan bij de handbal. Mijn moeder is nu dan dus teammanager van het Nederlands. Wat grappig, dat is echt toevallig. Dus die is, dus die is momenteel nu in Roemenië voor het EK daar. Oh, die heb ik gisterochtend afgezet. En wij gaan ook naar Roemenië. Ja, heel toevallig. Dus voor mij lag het eigenlijk wel deels heel erg in mijn straatje. Ik ben daarnaast ook werk als zorgverlener voor mijn nichtje, die heeft autisme. Dus dit was eigenlijk wel een van de onderdelen daarvan. Dus daarom enorm interessant eigenlijk voor mij om dit uit te proberen. Okay. Ja. Nou, ik ben Joshua Welen, 25 jaar oud. En ik zit op de PABO, de Hogeschool Rotterdam. Dus voor mij was het eigenlijk, Mentor op Zuid was best vergelijkbare stap, zeg maar, om het keuzevak te kiezen. Verder ben ik ook een danser.
Daar ken ik Lorenzo ook van. Maar, Lorenzo is de man van die onze podcast opneemt. Ja. Ja. Maar goed, nou ja, ik zit dus op de PABO. En ik zit nu in het derde jaar. En in het tweede jaar hadden wij ook mentor op Zuid. Ja, daar dacht ik ook aan. Alleen, het was zeg maar in de fase waar net... was richting december, zeg maar. Toen was net nog dat corona nog wel er was. En nou, we hebben, ik denk een maand, heb ik mentor op Zuid meegemaakt. En na dat maandje zei die school eigenlijk... ja, we kunnen niet meer, want er komen te veel studenten binnen en buiten... en het is te druk. Dus we redden het niet. En eigenlijk vanaf dat moment hebben ze gewoon gezegd van... nou ja, we houden ermee op. Maar goed, voor mij was het ook... ja, ik had één maandje en ik had dan de kleuters. Dus dat was wel nog iets anders dan de middelbare school. Maar ik had één maandje zo'n jongetje en die was echt... die vond het echt elke week, zeg maar, was echt leuk om met hem erbij te zijn. En toen dacht ik wel van, ja, nou goed, ik wil het wel voor mezelf ook een keer echt meemaken. In plaats van één maand, ja, daar heb je wel iets aan, maar niet echt. Dus nou goed, van daaruit dat ik dacht, ik ga het gewoon project echt doen en echt helemaal afmaken. En nu zijn we hier. Ja. Want je geeft al... Ja. Je geeft dan meteen een verschil aan in de verschillen, verschillen hoe je mentoren op Zuid kan volgen. Hè? Ja. Want we werken samen met HBO-studenten, maar ook met MBO-studenten. En je kan dus inderdaad mentoren op Zuid als vrij keuzevak doen binnen de Hogeschool Rotterdam. Ja. Maar je hebt ook verschillende opleidingen die het programma in het curriculum hebben, zoals de PABO. Mm-hmm. En dan ga je inderdaad met je hele klas. En bij jullie paste het ook op dat moment om dat met het jonge kind te doen. Hè? Want dat was ook de inhoud van jullie opleiding op dat moment, van jullie thema. En bij het vrije keuzevak kan het elke keer anders zijn. Ga je de ene keer naar een basisschool en de volgende keer naar het voortgezet onderwijs. En jullie hebben in het voortgezet onderwijs jongeren begeleid, hè? Ja, tweedejaars student inderdaad. Tweedejaars. Ik weet het niveau even niet. Maar... Volgens mij waren het kader studenten. Kun jullie iets vertellen over hoe jullie reis begonnen is? Eigenlijk een avontuur van bijna een half jaar. Nou, mijn race was begonnen zoals vandaag ook. Ik kwam, ik kwam te laat. Dat ging goed. Het zijn wel de enige twee momenten dat precies. Je te laat was. De belangrijkste momenten. Daarom. Voor mij, goed wat ik zei, ik kwam binnen. En toen had ik natuurlijk de uitleg van hoe het in zijn werking ging. En hoe de school ook was. En met wie we te maken gingen hebben. En na die eerste bijeenkomst ik persoonlijk had niet echt nog een volledig idee, want de leerlingen zagen we dus ook nog niet. Die hebben we pas later gezien, zeg maar. En op dat moment, het moment dat de tweede bijeenkomst was en toen we ook echt met de leerlingen gingen zitten en praten, toen had ik wel een idee van oké, dit gaat wel een groepje worden, zeg maar. Ja. Ja, en ook vooral omdat wij ook maar, we begonnen met 8. En de klas was met, hoeveel was het, 16 of zo? 17 waren we. We begonnen met 8. Maar dat was in eerste instantie ook niet duidelijk. Want dat had ik namelijk, die eerste keer liep die school in. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Ja, en ik liep er weg en ik had nog steeds eigenlijk geen idee wat ik kon verwachten van het traject. Ja. Maar het was ook niet eens duidelijk of we echt met z'n 8 zouden zijn. Want het was nog onduidelijk of er nog leerlingen bij zouden komen of niet. Dus bij die tweede keer hadden we eigenlijk net zo min informatie als tijdens die eerste keer. Ja, dat. En eigenlijk jij hebt gelijk. En na die tweede keer, toen hadden ze een beetje ontmoet en zo. En eigenlijk vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Want toen daarna werden ook natuurlijk de leerlingen, of de studenten, de mentees, die werden verdeeld met ons en bij ons. En vanaf daar is eigenlijk het traject gestart. Dus dat een beetje over de start vanuit mij. Maar... En jij zei net van, ik zag die leerlingen en toen dacht ik wel van, nou, dit gaat wel een groepje worden. Waar zat dat hem in? Wat maakte dat je dat dacht? Nou ja, goed, vooral want ik had dan, er is nog een andere student die het ook heeft afgemaakt, die is vandaag niet bij. Die had volgens mij last van zijn been, of die had iets met zijn been. Een scheur in zijn spier. Die is niet bij. Mika, ook een andere jongen. Nou goed, wij waren de enige twee jongens van dit project. Mm-hmm. En ik merkte bij hem... en bij mij ook, wij gingen samen de interviews met die leerlingen houden. En vanaf het eerste moment keken ze ons al een beetje aan. Zo van,
oh, wie zijn jullie, weet je wel, wat gaan jullie vertellen en zo. En omdat ik een danser ben, is het natuurlijk heel anders, zeg maar. Dus ik vertelde van, hè, ik hou ook van voetbal, ook leuk, maar ik ben ook een danser. Nou, er waren 3 of 4 meiden al die gelijk op begonnen te lachen. Die hadden zoiets van, ja, wat is dit voor gek? Ja, dus, dus ja, dit is natuurlijk een hele andere leefwereld en zo. En ja, het, de sfeer was nog niet helemaal... Zij moesten zelf ook nog een beetje wennen aan ons. Ja. Mm-hmm. Wat ik zei, vooral in het begin was echt nog even kijken van oké, hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan zij met ons om? En wat ik zei, vooral hoe gaan wij met hun om, zeg maar. Dat is ook... En hoe ze moeten aanpakken, of dat eigenlijk klinkt weer heel heftig. Hoe moeten ze aanpakken? Ja. Maar nee, hoe wat gaan we... aanpak is. Ja, ja. Ja. Hoe gaan we met ze om en zo? Ja, dat vooral. Ja. Zeker. En wat was de aanpak die jullie dan bedacht hadden van om... om met ze kennis te maken, vertrouwen te winnen? Nou, bij mij... Ik vergeet het helemaal. Bij mij was het... ik had er wel zin in. Want ik kom zelf ook wel van een multiculturele middelbare school. Ik zat op Thorbecke. Dat is ook een sportschool waar topsporters dan naartoe gaan. Maar ook gewoon van buitenland mensen in Rotterdam. Dus ik kon me soort van wel inleven in die jongeren. Omdat ik zelf ook zo was op de middelbare school. Ook, ik was ook vervelend en met die meiden. Dus ik moest er wel om lachen en ik vond het ook wel leuk. En ik kon ze ook wel begrijpen. En toen als ik dan ook mijn verhaal vertel van... ik kom ook vandaan en ik doe nu dit. Dan kijken ze echt, zeg maar, naar je op. Wat wel heel leuk is. En dan gaan ze ook echt wel vragen stellen. Serieuze vragen stellen van... oh, maar hoe kom je daar dan? En wat moet je daarvoor doen? En dit, blablabla en zo. Dat ze wel zien van... Er is nog meer na dit, zeg maar. Omdat ze meestal wel denken van, ja, na school, na dit ga ik wel, ik weet niet, misschien niet naar school of iets anders doen. Maar je kan doorstuderen en school is niet zo erg als het is. Terwijl ik ook heb meegemaakt hoe zij nu misschien zitten. Ja. Maar ik vond het wel leuk. Dus ik wist wel een beetje hoe ik met ze moest omgaan en zo. Niet te serieus, omdat ze dan gelijk gaan denken van... ja, wie ben jij? Wat ga jij mij vertellen? Maar ik weet niet. Een beetje een soort van in het begin een beetje... Nou, ik wil niet zeggen vriendenachtig, maar gewoon... Ja, het is wel... Ik zal me weer even opnemen. Wat bij hen ook wel echt het nadeel was, is dat... was heel veel onrust ook in die klas. En hun mentor die was er mee gestopt. Dus ze hadden wel een nieuwe mentor. Maar die werkte daar als ZZP'er. Dus was het ook gewoon geen enkel idee hoe lang die zou blijven of die zou blijven. Was zelfs ook een jongen uit een klas was van school gestuurd door een aantal issues die er waren geweest. Dus ze hadden ook totaal geen vastigheid of iets. Ze hadden geen vast persoon, in ieder geval binnen de school waar zij naartoe konden komen. Dus dat merkte je gewoon ook wel echt heel erg vooral. Dus ze kwamen echt wel, je kwam eraan en zij waren net van, ja, wat komen jullie ons hier vertellen? Want wij hebben toch een soort van niemand nodig, want niemand is er tot nu toe echt vast voor ons geweest. Dus waarom zouden jullie ook anders zijn? Dus je merkte echt in het begin dat ze vertrouwden je echt nog niet heel erg. Dus je moest het toen ook nog wel een beetje, nou, op een leuke manier een beetje aanpakken. Want ze zeiden, ik denk dat ik 5 keer ben gevraagd ook die eerste keer van, is het weer een extra uur bijles of zo? Dus ja, gaan jullie alleen maar heel hard met ons leren of zo een uur? Ja, toen moesten wij vertellen, nee, we willen ook graag leuke dingen met jullie doen. Maar ja, weet je, dat moet wel gewoon een beetje in fase gaan, want we willen jullie wel ook graag iets leren. Dus dat was in het begin wel, ik denk voor iedereen die erbij betrokken was, was het even zoeken. Ja, nou ja, we wisten niet per se echt... zelf wat we nou aan het doen waren. Als ik eerlijk mag zijn. Die mensen zeiden dan, ja, wat gaan we doen? In het begin wisten we zelf ook niet. Wat gaan we nou eigenlijk doen? Wat moeten we nou echt met jullie doen? Moeten we jullie helpen met vakken? Moeten we jullie mentaal helpen? We wisten het gewoon zelf ook gewoon niet. En wat voor ons dan nou helemaal lastig was omdat, ja, wat ik zei, we waren met z'n achten. Ja, en het was een klas van 17. Dus iedereen had sowieso 2 mentees. En normaal zit je maar 1-op-1, zeg maar. En dan met zo'n grote groep, ja, dan moet je toch je aandacht gaan verdelen door 2. Nou, en dan heb je ook maar een uur. Is mogelijk, hebben we ook 3 kwartier, gered. Hè? 3 kwartier eigenlijk, inderdaad. 3 kwartier hadden we eigenlijk effectief gezien. Maar ja, goed, dat zorgde er toch voor dat het iets wat lastiger was, zeg maar, voor ons. Om, vooral in het begin om daaraan te wennen en überhaupt iets,
iets van te maken. Maar we hebben het uiteindelijk gewoon gefixt. Uiteindelijk, ja. Ja, was ja. En, maar ik vond de insteek van ook hoe de formulieren, bijvoorbeeld de rapporten die je elke week dan moet invullen. Er staat ook in hoe is het gegaan met je mentee en hoe doe je dan dus dat één op één traject eigenlijk. En vanaf week 1 hadden we dat dus al niet, want dan moest je je aandacht verdelen tussen twee. Ja. Dus je hele aanpak wordt dan ook anders, want je kan wel een leuke vertrouwensband willen opbouwen met deze mentees, maar ze wantrouwen elkaar ook nog best wel heel erg. Dus ze gaan niet zichzelf helemaal openstellen naar jou toe, terwijl iemand anders naast hen zit, die misschien dat ook wel heel leuk gaat vertellen aan al zijn of haar vrienden en vriendinnen. Er waren groepjes. Er waren zeker wel een aantal groepjes. Ja. Wat, want ik herken dit heel erg, hè, dat studenten vertellen van, ik had eigenlijk geen idee wat ik nou ging doen. En aan het einde is het altijd goed gekomen. Als ik het even vertaal naar, hè, jullie gaan straks afstuderen. Wat heb je hier nou? Want hoe ik het zo denk, van, ja, dat is soms ook in het leven, weet je. We weten soms niet hoe dingen gaan. Dan is het allemaal vaag en dan moet je maar gewoon gaan of zo. En dan, ja, dat is inderdaad echt precies. Weet je, wat hebben jullie nou gedaan om met die onduidelijkheid, die onzekerheid, misschien wel echt dat gevoel van, ja, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Hoe heb je dat aangepakt? Nou, als ik mag beginnen. Ja. Ik in eerste instantie niet. Oké, okay, ja. Nou, ik ben zelf iemand, ik vind het heel fijn om heel gestructureerd te werken. Mm-hmm. Dus om dan echt van tevoren een plan te maken van, hey, wat ga ik doen? Dus vooraf, tijdens en soort van daarna. En nou, hoeveel tijd heb ik ongeveer? Nou, dit en dit wil ik dan ongeveer doen. Ik heb heel veel dingen met mijn moeder besproken. Ook mm-hmm. die heeft een eigen bedrijf in het geven van training en coachingstrajecten. Dus nou, dan heb ik altijd helemaal een plan gemaakt, uitgewerkt op papier, dit, dat. En dan kom je daar en dan werkt het gewoon echt totaal niet. Mm-hmm. Dus de eerste paar keren was ik ook gewoon echt wel een beetje soort van teleurgesteld. Want ik dacht, nou, het werkt niet en ik vind het ook helemaal niet leuk. En hoe moet het nou? En toen op een gegeven moment, ik denk eigenlijk vanaf het moment dat we toen met 6 waren, denk ik ongeveer. Want de eerste denk binnen de eerste maand zijn er dus van de 8 2 mentoren gestopt. Dus we waren nog maar met 6 over. En ik weet nog dat ik toen had voorgesteld, we kunnen het dan niet meer aan om zoveel mentees nog erbij te krijgen en daar echt kwalitatief goede begeleiding aan te geven. Een andere insteek moeten we hierbij hanteren. Namelijk, je moet gewoon eigenlijk inspelen op iedereens beste kwaliteiten van de mentoren. Ik ben goed wiskunde. Ik vind het ook heel leuk om uit te leggen. Ik heb vaker bijles gegeven. Jij bent een stukje mentale gezondheid en een stukje planning. Dus we hadden eigenlijk een soort van een aanbod gemaakt voor de mentees. En dan mochten ze dan zelf kiezen waar ze die week aan wilden werken. Oh, wat goed. Maar ook daarbinnen eigenlijk heb ik toen de switch gemaakt van, ik ga niks meer voorbereiden. Ik ga er een soort van niet te zwaar aan hangen. En ik kijk gewoon elke week waar we aan toe zijn. Want het was gewoon elke week weer iets anders. Dus je kon heel leuk iets in je hoofd hebben. 9 van 10 keer hadden ze dan ook niet de boeken bij zich die ze bij zich hadden moeten hebben. Dus je moet toch heel erg flexibiliseren. Je moet heel erg in het moment beslissingen maken. Vergt volgens mij ook best wat afstemming van ons als mentoren. Ik denk dat als wij niet zulke een goede samenwerking en communicatie hadden gehad, dan had het ook niet gewerkt, zeg maar. Nou ja, we moesten natuurlijk altijd ook een half uur van tevoren er zijn, dat we konden bespreken. Dus het was ook letterlijk, een paar minuten voordat zij de les inkwamen, moesten wij al zeg maar switchen en nadenken, oké, die zijn er niet, dus wat gaan we nu doen, weet je. Dus we konden nooit of zo, het was nooit echt, er zat nooit structuur in, zeg maar, in wat wij moesten doen. Wat ook wel, op een gegeven moment was het ook wel leuk, maar in het begin dachten we echt van, oh, die is er niet. Dan zijn er opeens is iedereen en dan zijn we maar, waren we maar met 4 of zo. Ja. Dus dan moesten we helemaal. We zijn zelfs een keer met 3 geweest, ja. Dus ja, je moet gewoon elke keer knopje omdraaien en denken, oké, nu gaan we dit doen. En het is best lastig, want het is echt wel een klas met echt wel een eigen mening. En je moet er echt niet of zo triggeren, want dan kunnen ze echt wel zeg maar even losgaan. Maar ik vind wel dat we het goed hebben gedaan, als ik eerlijk mag zijn. Zeker, zeker. Ja. Welke vaardigheden hebben jullie hierbij nodig gehad? Welke vaardigheden hebben jullie van jezelf zeg maar heel erg moeten inzetten of misschien ook wel ontdekt? Ja, mijn stukje dat leiding geven. Leiderschap. Leiderschap, ja. Ja, vertel. Ja, nou, ja, hoe zeg je dat?
ik vind mezelf niet of zo iemand die de leiding of zo moet nemen in alles. Al gaat het om sport of op school. Ik ben liever gewoon zeg maar wat ik moet doen en dan doe ik het. En nu had ik dus wel dat ik dat moest doen. Of dan, weet je, dan moest bijvoorbeeld iemand voor de klas staan en even zeggen wat we gingen doen en zo. Dat stukje vond ik soms wel spannend, dat ik denk, oké, ik wil niet dat ze gaan denken van, of dat ze misschien gaan lachen of denken, we luisteren niet of zo. Dus dat stukje vond ik wel spannend. Maar ik denk wel dat dat goed is gegaan, omdat we natuurlijk ook wel langer met die groep gegeven moment waren. En ze krijgen toch dat stukje vertrouwen ook van jou, dus dan gaan ze wel luisteren. Maar in het begin vond ik dat wel spannend hoor. Ook omdat we eerst in de aula zaten beneden, het was druk, dus ze wilden niet luisteren. En dat stukje, dat leiderschap ging pas ook echt veranderen toen we boven gingen zitten. Bij mij dan in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Dat jullie meer vertrouwen toen kregen. Dat we toen misschien de klas of zo stiller was. Ik merkte ook, om gelijk op de vraag antwoord te geven. Voor mij was het vooral geduld. Want ik ben iemand die gewoon best wel snel gewoon erin kan gaan. En gewoon, let's go, en we gaan gewoon doen. Maar ook het vertrouwen, zeg maar, moet je ook geduld in hebben. Omdat ik ook als docent zijnde, zeg maar, ook dan heb je een klas voor je. En vaak bij een stageklas ook, ben je best wel snel oké met die leerlingen. Het zijn al wat jongere kinderen, zeg maar, dus die zijn al wat sneller. En ik ben, ik ben een man in het onderwijs, dat is niet veel, zeg maar, die je er hebt. En dus is het al wat sneller dat ze oké zijn met je. Maar met zo'n project merkte ik wel dat ik, het kon niet gelijk. Het kon niet gelijk van de een op de andere dag in één keer oké met me zijn. En gewoon, ik vertel je alles en hoe het zit en hoe ik me voel. En dus kreeg je vaak ook van die antwoorden van, hoe voel je? Ja, goed. En dat was het. En dan was het, heb je nog iets meegemaakt? Nee. En dan moet je, daarop inspelen, zeg maar. Ja. En nu... En dat heeft wel even geduurd, denk ik een maand of twee geduurd voordat die fase zeg maar voorbij was en dat ze echt gewoon antwoorden wilden geven en gewoon echt dieper erop in wilden gaan, zeg maar, en dieper erop in wilden spelen. Wat ik zei om je vraag weer te beantwoorden, geduld voor mij. Echt mooi dat je dit zegt, want ik vind dat er heel veel studenten daardoor ook denken van, er gebeurt niks, het heeft geen zin. Yeah. Maar wat ik jullie hoor zeggen is, door ook gewoon daar een beetje doorheen te gaan, door die onduidelijkheid, maar ook door die stroefheid misschien in het contact in het begin, komt het uiteindelijk wel goed. Het heeft tijd en geduld nodig om in dat vertrouwen te komen met elkaar. Yeah. Ja, ja, mooi hoor. Ja, mooi. Nou, het is nog steeds wel een stukje van wat ik hiervoor zei. Dus dat ik echt wel wat dingen moest loslaten. Dat stukje leiderschap, dat is wel de badge waar ik aan het werken was. Maar dat deed jij wel goed, vond ik hoor. Dat hadden jullie wel gezegd, maar ik heb het nooit bewust gedaan. En nu moest ik er wel bewust over nadenken van hoe kom je over, hoe doe je dat, zeg maar. Maar het ging heel vanzelf of zo. Oké, wie gaat voor de klas zijn? Wie gaat dit niet vertellen? Oké, is goed. Ja, dus dat was inderdaad wel heel makkelijk. Ja. Natuurlijk leiderschap. Ja. Ja. Dus dat, dankjewel in ieder geval. maar en ik denk ook inderdaad dat stukje flexibiliteit en gewoon, je moet in het moment moet je een beslissing maken gebaseerd op de situatie eigenlijk. Want inderdaad ook wat je zegt, je moet geduld hebben. Want jij kan ook op dat moment dan een beslissing maken. Maar als er dan vervolgens weer iets gebeurt, dan kan je heel moeilijk blijven vasthouden aan de beslissing die je daarvoor hebt gemaakt. Want de situatie is anders. Ja. Dus ik denk dat ik daar eigenlijk het meest van heb geleerd. En ook een stukje, niet per se afstemming, maar acteren op basis van ook wie je voor je hebt. Want dat is inderdaad op een gegeven moment dus wel een relatie van leerlingen. Dus je had niet alleen maar je eigen mentees, maar ook gewoon iedereen die wilde werken aan datgene wat jij aanbood. Ja. Dus dan kun je nog steeds wel vertrouwen bouwen met diegene. Maar niet op dezelfde manier als dat je dat deed met je mentees. Want daar voer je elke keer een persoonlijk gesprek mee. Ja. Maar je wil ook wel dat die leerlingen zich op hun gemak voelen. Zodat je wel effectief ook kan werken aan aan de vaardigheid eigenlijk waar je met z'n allen mee bezig bent. Ja, klopt. Ja. Dus leiderschap, vertrouwen. Communicatie. Geduld, zeg maar. Ja, communicatie. Communicatie. Maar vooral
wij, zeg maar, onze onderlinge communicatie. Was echt wel nodig ook, want we hadden elkaar eigenlijk ook nodig. Er was ook geen communicatie met de school. Nee, ook niet. Echt totaal niet. Nee, welk lokaal is er beschikbaar? Ja, geen idee. Geen lopen idee. We een kwartier lang door de school heen? Ja, of toen keer zaten we heel lang voor de deur te wachten. Of, dat was toen... Het was heel koud. Het was heel koud. Het hebben wij denk ik echt een kwartier, 20 minuten voor de deur gestaan. Ja, voor de deur gestaan. Niemand was nog binnen. Nee, was ook niet... inderdaad, het feit dat we... Dat vond ik denk ik ook wel ongeveer de meest chaotische bijeenkomst. Ja. Toen kwam er opeens iemand... Normaal gesproken is het namelijk zo dat wij om 8:30 starten wij. En om 9:00 starten we met de leerlingen. Ja. Toen kwam er opeens iemand binnen om 8:30. Wij zo, hey, goedemorgen, wat doe je hier? Ja, het staat in ons rooster dat we om 8:30 beginnen. Wij zo... mogen we even meekijken? Ja, stond er bij hen in dat ze om 8:30 zouden beginnen. Dus nou ja, ik denk om 21:50. Ja, moesten we al beginnen. Moesten we eigenlijk al beginnen, want toen stond de hele klas voor de deur. Ja, al lang dus gesproken. Helemaal het programma omgegooid. Dus dat de dag daarna een biologietoets. Ja. En we hadden ook maar tot 9:15, want we hadden dus maar drie kwartier. Ja. En daarna moest ze weg. Ik heb er denk ik nog nooit zo snel 2 hoofdstukken er doorheen gejaagd. En vervolgens is het 9:15 en krijg ik te horen, oh ja, nee. We hebben toch wel tot 10:00. Ja, moest toch wel tot 10:00. Oh, maar toen als ik wilde ze al weg. Maar bij hun was het, als de bel gaat, dan stonden ze gelijk op. Hè? Ja. Niet eens doei, dan stonden op en ze gingen weg. Ja, dus de bel ging en toen wilden ze weg. En toen was het toch tot 10:00, dachten ze. Toen dachten wij van, wat moeten wij nu gaan doen? En zij dachten, oh, moeten we echt hier nu nog 3 kwartier blijven? Ja. We waren er toch al zo vroeg? Het was soort van heel awkward. Dit is ook wel echt, jullie hebben wel echt aan alle kanten alles wat mis kon gaan. Alles wat mis kon gaan, dat is inderdaad denk ik wel. Tof dat jullie nu hier zitten om, dat dit wel als waardevol is geweest voor jullie. Ondanks al die onrust. Ja. Ja. Mag ik, want willen jullie wat vertellen over waar jullie dan met die Menties, wat jullie hebben gedaan? Waar hebben jullie aan gewerkt? Ik hoorde jou zeggen, Joshua, van we hebben gewoon gefixt. Wat heb je gefixt? Ja, nou goed, we hadden allemaal, vooral wat Isha zei, dat nadat ze, of nadat wij als mentoren, zeg maar, steeds minder mentoren hadden. Dus op een gegeven moment, we hebben begonnen met 8 en toen waren er op een gegeven moment 6. We zijn geëindigd met 5. Toen hebben we de format hebben we geswitcht en we zijn toegegaan naar onze individuele kwaliteiten. En dus niet meer 1-op-1 of 2-op-1, zeg maar. Mm-hmm. Toen hebben we gezegd, als we... zij ging dan voor wiskunde, dus dan iedereen die aan wiskunde wil werken, gaat dan daar zitten en dan gaan we daarmee aan de slag. Of iedereen die bijvoorbeeld wil gaan plannen, gaat dan bij iemand anders en die gaat dan werken aan plannen. En ik persoonlijk ging dan aan de slag met, ik noem het motivatie en mentaliteit. Mm-hmm. Ik had dan niet zo heel veel leerlingen. Pas echt de ene en laatste keer had ik opeens, toen iedereen dacht, we zijn er bijna klaar mee. Toen kwam opeens de hele klas bij me zitten, omdat ze alleen maar dachten, oh, je zit daar gewoon een uur lang te praten met mij. Maar gezellig kletsen dachten ze, maar dat was niet zo. Nee, maar ik persoonlijk was dan echt bezig met... Want er waren in het begin van het jaar ook, of toen wij binnenkwamen rond, wat was het, januari of zo, misschien eerder. Ja. Eigenlijk vrijwel de hele klas stond op zitten blijven. En ook niet zo'n klein beetje ook. Dus echt wel veel op zitten blijven. Het lag ook vooral aan motivatie. Dat zat er gewoon niet in. Ze hadden er echt geen zin in. Richting het eind van het jaar... Voor zover ik weet, is iedereen overgegaan. Kan ze misschien echt waar? 1 of 2. Ik vind het echt een applaus waard, mooi, hoor. Dat 1 of 2 niet over zijn gegaan. Maar voor zover ik weet, zijn ze allemaal overgegaan. Zo. Tijdens de laatste bijeenkomst. Ze hebben het zelf ook moeten doen, hoor. Daar niet van. Het is niet alleen alle props naar ons. Nee, maar toch. Ja. Nee, maar ook het applaus voor die leerlingen ook. Ja. Wat heb je dan gedaan als het gaat over die motivatie? Kan je iets vertellen over een activiteit of een werkvorm die je daar dan... Ja, hoe ik eerst was begonnen, waren door... Door zeg maar doelen te stellen met de leerlingen. Van waar wil je uiteindelijk heen? Wat is uiteindelijk je doel van het jaar en van later, zeg maar? Mm-hmm. Dus eerst dat, daarmee bezig zijn. En van daaruit, zeg maar, uit die doelen met ze te gaan praten. En dat dan dieper op in te gaan. En daar ik heb vooral heel veel gesproken met ze, zeg maar. Om alle... Ja, problemen zeg maar die ze hebben qua motivatie proberen eruit te krijgen en steeds opdrachtjes geven elke week om te zeggen van hey, volgende week kom met dit binnen,
Was ook toevallig een leerling die had moeite met een andere leerling in de klas. Die klikte niet zo goed. Maar die leerling waar ze moeite mee had, die was heel goed in biologie en zij zelf niet. Dus ik zei, nou goed, waarom ga je niet gewoon een keer naast haar zitten? Of heb je vaste plekken? Nee, had ze niet. Dus ik zei, ga een keertje naast haar zitten. Zei ze van, ja, kan wel. Ik zeg, doe dat. Want je zit altijd vervolgens altijd naast je vriendin. Daar praat je alleen maar mee. Je let niet op in de les. Wat heeft dat voor zin? Ben je eigenlijk met niks bezig. Dus ga dan naast die persoon zitten die het juist kan. Je hoeft geen best friends te zijn met elkaar. Geloof me, ik heb genoeg mensen gehad waar ik ook niet per se beste vrienden mee ben geweest. Maar je hebt elkaar wel nodig. Mm-hmm. En vooral om het jaar af te maken. Wil je overgaan, ja, dan heb je elkaar even nodig. Dus dan betekent het ook, hè, ga dan even met die persoon zitten om te helpen als het nodig is. Ze zei dat ze heeft gedaan. Ik zit natuurlijk niet in de les, maar ze zei wel dat het is gelukt. En daarna is ze ook biologie wel opgehaald. Dus mooi. Ja, het is wel. Dus op die manier, zulke dingetjes heb ik dan met hun gedaan. Wat ik zei, ik had niet geen grote groep. Ik had echt wel een stuk of 5 leerlingen die echt dachten van, ik wil dat doen. Ik wil daarmee aan de slag. Maar ja, voor alle leerlingen die ik heb geholpen in dat opzicht, zijn sowieso overgegaan. Dus ja, mooi om. Hartstikke mooi. Dat. Ik hoor je ook eigenlijk zeggen, en dat zijn het van, als we een beetje een vriend zijn. Yeah. En een beste vriend geeft soms ook wel eens advies die je misschien niet wil horen, maar die je wel nodig hebt. Dus dat je ook niet altijd alleen maar doet wat de ander wil, maar dat je soms ook zegt van, hey, probeer dit eens of kijk er eens zo naar. Dus dat je dat ook bij mentorschap hoort. Dat je net even een ander perspectief of iets kan vertellen wat misschien niet zo leuk is voor de ander om te horen, maar wat wel de ander verder brengt. Hè? Ja, en vooral wat ik ook. Kijk, het is natuurlijk heel veel wat ik heb gesproken. En ik heb niet per se op vak individueel gezeten, maar ik heb ook ervaringen gehad op middelbare school. Ik ben ook blijven zitten. Ik ben ook van school moeten gaan. Ik heb ook dat soort dingen meegemaakt. En ik weet hoe het is. Ik weet dat het helemaal niet leuk is eigenlijk. Want je wil gewoon doen wat je moet doen en overgaan en niks aan de hand. En als je toch blijft zitten, het zit je toch wel dwars en dat soort dingen. Dus uit mijn eigen ervaring heb ik ook met hun, zeg maar, gesproken. Op die manier dat. Dus dat helpt ook mee als als mentor zijn. Dus het echt zijn. Ik ben benieuwd, want je vertelde ook, hun geholpen op diverse vlakken. Kun je vertellen hoe zo'n ochtend eruit ziet op het moment dat ze binnenkomen, de studenten? Als de studenten binnenkomen? Als de leerlingen binnenkomen? Dan komen ze binnen. En dan gaan ze gewoon zitten, een beetje kletsen en zo. En dan een van ons gaat dan even voor de klas staan en dan gewoon zeggen wat de planning vandaag is. En dat is eigenlijk gewoon dat ze dan eerste 15 minuten gaan de mentees dan gewoon naar hun mentor. En dan bespreken ze gewoon hoe het gaat, hoe het met hun vakken gaat, wat ze nog op willen halen enzovoort. Kan van alles zijn. En daarna wilden we dan, waar ze nog moeite mee hebben met hun vak, dat ze dan naar die mentor zouden gaan. Dus bijvoorbeeld IES gaf wiskunde. Mensen die moeite hadden met wiskunde gingen naar IES. Stukje mentaal of IET gingen ze naar Joshua. Ik deed mensen maatschappij, dus sommigen kwamen ook dan bij mij. Engels hadden we ook nog van Cheyenne. Economie ook nog. En Mika was van techniek. Dus dan eigenlijk nadat ze bij hun mentoren waren geweest, dan gingen ze gewoon splitsen. En dan waren er gewoon ook geen mentees van mij, zaten dan bijvoorbeeld bij mij. En dan ging ze gewoon helpen met het vak mensen en maatschappij. En dan wilden we ook nog, dan de laatste 5 minuten, wilden we dan altijd nog wel het leuk afsluiten met een spel. Niet altijd, maar meestal wel. Soms ging dat goed, soms niet. Maar het was altijd leuk om te doen. Maar ja dat eigenlijk een beetje. Ja. Zou je, want volgens mij gaan we een beetje naar een afronding toe. Ja. Wat, waarom zou je dit moeten doen als mens, als student, of juist niet, hè? Kun je het aanraden? Om dit te doen. Als ik persoonlijk spreek, ik zou het zeker wel aanraden.
Het ding is alleen als je hierin, als je dit traject ingaat, je moet niet verwachten dat je hier komt en dat je ze even iets gaat laten zien en dan weer een soort van weggaat. Je wordt zelf ook echt wel gewoon heel erg uitgedaagd en zelf ook gewoon geforceerd om heel goed naar jezelf te kijken. Je leert er zelf ook gewoon echt wel enorm van. En ik denk wat voor mij gewoon het meeste impact heeft gehad, of nou eigenlijk andersom, je ziet wat voor impact jij hebt op deze leerlingen. En ik denk dat ik dat het mooist vond om te zien. Met als voorbeeld bijvoorbeeld dat wij het spel Over de Lijn gingen doen. Mm-hmm. Waarbij de conclusie daarvan was dat het gewoon echt niet zo heel goed ging. Ze deden ook niet heel serieus mee. Maar de allerlaatste vraag die wij toen hadden gesteld, dat was: stap over de lijn als jij niemand uit deze klas vertrouwt. En dat was letterlijk de enige vraag waarbij alle leerlingen meededen, maar ook allemaal binnen 3 seconden over die lijn stonden. Mm. Nou, dat was denk ik het moment waarop wij... Dus ik schrok in ieder geval gewoon best wel daarvan, dat ze gewoon niemand vertrouwde uit hun klas. Ja. En ze wilden dus eigenlijk niet persoonlijke dingen met elkaar delen, want dan had ze ook het gevoel, ja, het ga je doorvertellen. En er waren zelfs... voor de laatste keer was er een voorstel om ergens naar een jumppark toe te gaan of zo, als uitje. Ja. En dat er een aantal dan achteraf kwamen vertellen, ja, maar ze willen alleen maar daar naartoe, want vorige keer dat we daar waren, was er ruzie. En ze willen nu weer ruzie gaan maken. Ja. Nou, dus, dat is gewoon totaal niet wat je verwacht. Maar toch, wat ik in ieder geval had op het einde, is ze komen echt naar je toe. Ik denk dat we een van de laatste keren ook, hadden we eigenlijk bedacht om wel nog serieus aan de slag te gaan. Ja. Maar het is hun zo makkelijk gegaan dat je in gesprek raakte met ze. Ik had toen ook iemand, die was eigenlijk niet mijn mentee. Nee. Zo'n leuk open gesprek. Ik vertel heel open over waar kom ik vandaan, wat heb ik hiervoor gedaan, wat ben ik nu aan het doen en wat wil ik eigenlijk voor mijn toekomst. En dan kan je het ook aan hen vragen van hey, hoe zien zij hun toekomst en wat gaan ze doen met hun vakantie. Dat, wat voor mij ook wel echt het meest sprekend was als eigenlijk het verschil tussen het begin en tussen het einde, is dat een van mijn mentees heel graag mijn mailadres wilde hebben, want ze wilde dolgraag foto's sturen van haar vakantie. Mm, ja. Dus ja, mevrouw, maar nu moet u ook wel foto's terugsturen, hè? Want ik wil ook wel graag uw vakantie dan weten. Yeah. Dus dat heb ik echt met alle liefde gedaan. En als ik kan er nu al naar uitkijken dat ik dan foto's van haar mag ontvangen en dat ik dan foto's terug kan sturen, wetende dat ze dus nog steeds iemand heeft waar ze dat dus bij kan uiten, die dat ook heel leuk en enthousiast wil ontvangen. Ja. Dat is voor mij gewoon echt het meest waardevol mooi geweest hiervoor. Ja, heel mooi. Voor mij ook een knuffel. Het einde van de les, weet je, kwamen ze gewoon een knuffel geven. Dus ik dacht, oh, dat is ook toch lief. Er zijn ook een aantal die kwamen nog terugrennen. Ja, ons toen nog even persoonlijk bedanken. Ja, voor. Dus ik denk dat het wel is geluk, anders gaan we misschien knuffel. Nee. Wat gaan jullie missen? Het vroeg opstaan. Missen? Nee. Ik persoonlijk ga het toch wel missen. Is uiteindelijk ben je toch wel bezig met een band opbouwen met die leerlingen. En dan, je begint ermee, het duurt eventjes, je bent ermee bezig. En dan houdt het opeens op. En dan is het, ik weet niet of ik hun ooit nog in mijn leven ga zien of niet. Het kan zomaar zijn dat ik hun nooit meer zie. Zo gek niet. Ja, dan denk je van, oké, raar. Mm-hmm, terwijl je wel persoonlijke dingen heb gedeeld met hun, zij ook met jou. En je bent toch wel bezig met een band opbouwen. Ja. Dus ik dat vooral. Ja. Hoe was dat anders voor jou, omdat je natuurlijk ook docent leerkracht bent in opleiding? Ja. Hoe is dat anders voor jou, mentoren op Zuid en jouw stage? Bij stage ben je natuurlijk bezig met een hele klas. En nu ben je met een iets kleinere klas bezig. Dus het is wat intiemer, zeg maar. Dus je kan wat meer ook echt op de persoon zelf inspelen in plaats van op zo'n grote klas. Moet je toch? Je bent bezig ook echt met vakken en je moet ook echt daadwerkelijk het lesgeven, zeg maar. En hier ben je echt meer met coaching bezig en persoonlijk met hun levens bezig, zeg maar. In plaats van, nu gaan we even rekenen en spelling doen. Ja. Niet dat daar iets mis mee is, mensen. Maar dat is toch is belangrijk, hè? Maar je bent hier wel echt wat individueler met hun bezig. En ik merk dat daar heb je niet altijd tijd voor als docent zijnde. En hier wel, donderdagochtend hadden we dat. Ja. Wat heeft het logboek met jou gedaan? Ik weet, volgens mij had jij ook net iets genoemd van dat het logboek de vragen. Dus dat je veel meer nadenken. Voor mij was het vooral inderdaad, voor mij was het logboek best wel
handig, want het reflecteren is iets wat je doet het dagelijks, je doet het altijd bijna gewoon reflecteren. Maar het bewustzijn van de reflectie, dat was iets wat mij zeker heeft geholpen. En vooral het echt nadenken van, oké, heeft dit wel echt effect gehad? Heb ik wel echt iets besproken wat belangrijk was? Of was het gewoon praten om te praten met die leerlingen? Of hebben ze er iets van meegekregen? Ja of nee? Dus voor mij was het logboek echt wel belangrijk voor de reflectie. En dan weet ik ook inderdaad, wat ga ik nou volgende week doen? Want vooral aan het einde, toen ze zeiden van ja, we gaan daar lekker een gezellig uurtje kletsen met Joshua. Toen dacht ik wel van, oh ja, misschien had ik dan toch iets moeten doen qua papier of zo. Dat, weet je, dat anderen wel zien dat ze ook echt daadwerkelijk met iets bezig zijn. Ja. In plaats van alleen maar gewoon met mij aan het kletsen met Joshua. Ja. Want hoe kunnen jullie, zeg maar, mentoren op Zuid, hoe kunnen jullie dat omschrijven voor iemand die dat niet kent? Misschien één woord, doen we dat als afronding. Ja. Okay. Mentoren op Zuid in... Wel, ja, moet ik even nadenken hoor. Dat is één woord voor jou wat je wat voor jou mentoren op Zuid is geweest. Een uitdaging. Oké. Okay. Maar een goede uitdaging. Mooi, mooi. Ja, ik zat te denken inderdaad, ja, uitdaging, maar ook echt wel veelzijdig. Want het is niet zo dat je maar dat je komt voor één ding. Dus dan ga ik denk ik daarvoor. Ja. Ik zeg impact. Ja. Impact. Wat is het geweest? Ja. Impact. Ja. Mooi. Ja. Mooie woorden. Ja. Dank jullie wel. Ja. Ja, super bedankt. Ik vond het heel waardevol om te horen hoe jullie zo bezig zijn geweest. En ik heb het woord leefwereld kwam voorbij. Impact maken, maar ook alle verschillende dingen, de veelzijdigheid. Wat jij, de verschillende dingen waar jullie mee bezig zijn geweest. Niet alleen inhoudelijk, hè, met vakken, maar ook met motivatie. Eigenlijk heb ik zo alles voorbij horen komen wat we bij Mentoren op Zuid graag willen neerzetten. Ik hoorde jou ook zeggen van het gaf leerlingen ook een beeld van wat ze kunnen doen. Yeah. Dat het niet is, oké, school is stom, maar dat je ook kansen kan creëren. Dus ik merkte dat ik helemaal zo een beetje zo'n kippenvel momentje had. Ik dacht van ja, dit is wat we beogen. Yeah. Dit is wat we willen bereiken. En echt heel tof om daar op zo'n manier met jullie over te praten. Ik hoop ook dat anderen inspireert om na te denken over het eigen mentorschap. Dat het wellicht ook aanzet tot gesprek in de klas. Maar ook misschien het. Ook studenten uitnodigt om mee te doen aan Mentoren op Zuid. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Ja, heel veel succes met het vervolg van jullie studie. Dankjewel. En je verdere andere hobby's met dansen of basketbal of jouw honors leadership ambities. Heel veel succes daarmee. Dank jullie wel. Dankjewel. Bless. Ja, bedankt voor jullie inzet, voor jullie aanwezigheid. Ja. En dank voor het mooie gesprek. Nou, en natuurlijk ook Najet in de rol van jullie docent zeker, ook. Ja. Applaus. Dank ja. Dank jullie wel. Ja. Box. Okay. Mooi.